Tweede koers, White Shadow Prize, onder nummer 6, Miss Prize met Michel Hottenkatter. Michel, je bent hier ook met Duke of Greenwood. En dan zeg ik, waarom loopt Duke nou niet in dat kampioenschap? Nou, hij heeft woensdag een mooie koers in Parijs. Dus ik wil hem niet al te hard rijden. Dus dan kan ik de eerste kilometer een beetje doen wat ik zelf wil. En dan even een stukje doorrijden. En als je in de koers bent, dan ben je weer afhankelijk van anderen. Dus daarom. Dat, nou, op zich is dat voor de liefhebbers jammer natuurlijk, maar wel begrijpelijk. Miss Prize, lekker paard, gewonnen in Alkmaar. Nu op Duindicht, wat denk je ervan? Ja, ik denk dat ze er mooi in staat, een mooi nummer. Er staan natuurlijk wel drie aardige paarden in. Die van Ebbingen, die van Oude Langeweg. En die van John de Leeuw, die liep laatst ook tegen goede paarden. Maar die van mij, die liep ook zeker een goede koers op Alkmaar. En Duindicht zal het lukken? Ja hoor, ze heb je één keer gelopen. Toen had ik tweede gelid. Toen zat ik het eerste rondje een beetje in het derde spoor. Toen had ik nog door een spoor. Toen liep ze eigenlijk heel goed door. Want die keer op Wolven gaat toen was het bloedbeeld niet goed. Dus vandaar die het streepje. Okay. Dat is een goed verklaren. Dus dat was een gezondheidsprobleem. Ja. Ik wens je succes. Dankjewel. Dank je wel.